Goedenavond, welkom bij Pakhuis de Zwager, Salto en AT5. Mijn naam is Servas en dit is de Groene Transitie. En vanavond gaan we het hebben over ontbossen. Dus kan je zoiets hebben als veevoer zonder ontbossing? En dat is een gesprek wat we gaan voeren in samenwerking met de Port of Amsterdam, de Amsterdamse haven. Maar ook met heel veel verschillende sprekers hier aan tafel. Want het heeft nogal impact. Elke 2 seconden verdwijnt een bos zo groot als een voetbalveld. En dat betekent dat een uur, wat ongeveer dit programma gaat duren, er 1800 voetbalvelden verdwijnen. En dat is ongeveer de grootte van het Amsterdamse bos. Dus elk uur, niet te vaak dit programma dan kijken, of juist wel. Maar elk uur verdwijnt dan het hele Amsterdamse bos. En dat gaat maar door en gaat maar door en gaat maar door. En daarover is dus een nieuwe wet aangenomen, een Europese wet. En die zegt dat alle soja die geïmporteerd wordt, dat in ieder geval, of niet, dat bewezen moet worden dat niet gekweekt is op grond wat na 2020 is gekapt. Nou, dat heeft grote impact. Vroeger was dat altijd vrijwillig, nu is dat wel echt met wet en regelgeving. En dat betekent dus ook dat heel veel dingen moeilijker worden, of misschien wel niet. Nou ja, daarover gaan we het vanavond uitgebreid hebben hier in Pakhuis de Zwager. Daarvoor heb ik hier aan tafel Celine Meijer, een van senior adviseur voor food en agriculture bij het Wereld Natuurfonds. Graag een groot applaus voor Celine. Want we zitten hier met mensen in de zaal. En wil je de volgende keer dan ook bij zijn, dan kan dat. Op dezwager.nl staat de hele agenda van Pakhuis de Zwager. En ook alle programma's die er aankomen. Ook op onderwerpen over duurzaamheid, maar ook over stedelijke ontwikkeling in Amsterdam of over sociale kwesties. Alle programma's zijn gratis toegankelijk. En die kan je er gewoon de volgende keer bij zijn en dan ook gewoon echt meepraten. Doe dat, want dat is natuurlijk veel leuker. Laten we naar jou gaan, Celine, want ik gaf een hele korte samenvatting over de impact van ontbossing en wat voor heel veel verschillende productsoorten gebruikt wordt. Dat gaat van soja tot aan cacao, tot aan noem het maar op. Eigenlijk van alles waarvoor dan de grond nodig is. En dat gaat dus nog gigantisch hard. Ja. Elk uur het Amsterdamse bos. Ja. Je zou zeggen, op een gegeven moment is het op, maar waarom is dit... Ja, klopt mijn samenvatting? Ja, zeker. Jouw samenvatting die klopt. Ontbossing is niet iets nieuws, dat speelt al veel langer. En dat gaat nog steeds in een rap tempo. Dus je gaf het al aan. Voetbalvelden per seconde, het Amsterdamse bos gaat eraan elke zoveel minuten. En ja, we zien dat ondanks dat er afspraken worden gemaakt, dat er toch nog steeds niet voldoende gebeurt om dat echt op de grond te stoppen. Dus het gaat nog steeds in een rap tempo door. En daar zien we dus ook de gevolgen van. Ja, want als ik nu vraag hoe gaat het met de wereldwijde bossen, dan is het antwoord dan dus niet zo goed. Nee, nog steeds niet goed. Nee, het gaat nog steeds. We verliezen nog steeds elke dag bossen, dus dat gaat niet goed. Maar hoe, wat zijn dan de gevolgen daarvan? Wat is de impact? Ik bedoel, ik vind het niet leuk dat een Amsterdams bos verandert, maar wat is de impact op mij? Wat verandert dan? Ja, nou, er zijn meerdere impacten. Naast het verdwijnen van de bossen, dat heeft natuurlijk een impact op de planten en diersoorten die daar voorkomen. Dus dat is al heeft een hele grote impact. De biodiversiteit, zoals het gaat, neemt af. De biodiversiteit neemt af. Maar er wonen ook mensen in en om die gebieden die afhankelijk zijn van de natuur van die gebieden. We zien vaak dat die ook te lijden hebben. Die worden van hun land verjaagd of die hebben geen toegang meer tot de natuurlijke hulpbronnen waar ze van afhankelijk zijn. Dus dat is een hele grote impact. Maar ja, wat ik denk wat misschien wel voor ons de allergrootste impact is, is die op het klimaat. Dus we weten dat het vernietigen van bossen een hele grote impact heeft op het vrijkomen van broeikasgassen. Ja. En ja, daar zien we denk ik al dagelijks overal ter wereld de impact van. Dus het klimaat verandert, het wordt soms droger, natter. Het zal ook voor de voedselproductie in Nederland steeds een grotere uitdaging worden om dat op peil te houden als het klimaat verandert. Ja. Dus daar hebben we allemaal last van. Dus het is weer een actor of een weerreden waarom dus klimaatverandering sneller gaat. En dus weer ook een reden om die manier, om dat inderdaad dan mee te gaan stoppen. Ja. Maar wat zijn dan de redenen waarom die ontbossing toch doorgaat? Want we roepen dat volgens mij al sinds de jaren 80 naar elkaar, stop daarmee, of misschien nog langer. Waarom gaat het toch door? Klopt. Nou, we zien dat een van de allergrootste aanjagers van de ontbossing de landbouw is. Ja. Dus 80% van de globale ontbossing die wordt veroorzaakt voor
productie van landbouwstoffen. 80% van de wereldwijde ontbossing. Ja. Ja. Dus dat is echt veruit de grootste reden. Dus dan hebben we het inderdaad over producten die jij net al noemde. Soja is een hele belangrijke, maar inderdaad ook palmolie, koffie, cacao, rundvlees. Dat zijn een beetje de dingen waar je dan aan moet denken. Dus daar wordt nog steeds heel veel land voor gekapt om nieuwe plantages aan te leggen. Ja, en een plantage daar kweken, in dat geval rundvlees, daar... Maar het heeft dus ook effect op Nederland. En daar gaan we dus vandaag naar kijken. Omdat soja dus heel veel gebruikt wordt natuurlijk ook in voedsel, maar ook in veevoer. Klopt. Ja, Nederland is een van de grootste soja-importeurs ter wereld. De grootste binnen Europa. Dus jaarlijks halen wij heel veel tonnen soja naar Nederland. En we gebruiken dat hier met name in het veevoer. Voor de productie van onze zuivelproducten, onze vleesproducten, de eieren... daar wordt de soja met name voor gebruikt. En we zien dat wereldwijd de vraag naar vlees en dierlijke producten nog steeds stijgend is. Dus vandaar ook die vraag naar soja. Dus er is echt een markt om daarmee door te gaan. En er is ook echt een behoefte om voor al dat vlees en er is behoefte voor al die soja om veevoer van te maken. Dus, maar en hoe groot is dan soja in relatie tot al die andere producten? Is dat maar één van de of is dat wel echt een... Soja is één van de, maar het is binnen deze groep producten die ik net noemde, is het de grootste. Heeft het de grootste voetafdruk in ontbossing. En hoe groot is dan de verantwoordelijkheid van Nederland als het gaat in dit probleem? Dus hoe erg spelen wij een rol daarin? Ja, Nederland is natuurlijk een groot handelsland en een groot doorvoerland. Dus heel veel van de soja die naar Europa toekomt, die komt via de Nederlandse havens binnen. Ja. Dus dan komt het in Rotterdam binnen in Amsterdam en dan... Precies. Dus en in veel gevallen wordt die soja ook weer doorgevoerd naar andere landen in Europa. Of hij wordt hier verwerkt tot veevoer en vervolgens tot dierlijke producten. En die worden dan uitgevoerd naar andere landen in Europa. Maar er zijn dus wel allerlei Nederlandse bedrijven betrokken bij de handel, het verwerken en het doorverkopen van die soja. Het heeft grote economische impact op ons land en hoe wij samenleven. Maar dat betekent dus ook een afbel. Je zegt dus... een deel komt, het grote buts komt bij ons binnen in de havens, vervolgens wordt het doorgevoerd. Daarvoor wordt het deel wordt gebruikt voor het kweken van vlees. En vervolgens wordt een groot deel van het vlees ook weer door. Dus uiteindelijk is maar een heel klein percentage, is uiteindelijk voor persoonlijk, of zeg maar Nederlands gebruik. En het grootste deel gaat naar het buitenland, klopt dat? Klopt, oh ja. En hoe, we hebben het dus nu over een ontbossingsverordening, wat moet leiden op een ontbossingswet, wat ik net al zei. Dat er dus dat je moet bewijzen dat als je een nieuwe plantage in productie neemt, dat het dan niet na 2020 gekapt bos is waar het staat. Hoe doe je dat überhaupt? Hoe werkt die wet? Wat gebeurt ermee? Ja, dus die wetgeving die vraagt inderdaad van bedrijven die zo'n product in Europa op de markt willen brengen. Mm-hmm. Dat ze moeten kunnen aantonen dat het niet van recent ontbost land komt. Dus inderdaad na einde 2020. Nou, wat je dan moet doen als bedrijf om dat aan te tonen, is je moet eigenlijk de volledige traceerbaarheid hebben. Dus je moet kunnen aantonen waar precies ter wereld, in dit geval de soja, geproduceerd is. Dus je moet de specifieke coördinaten, de geolocaties... van ieder stuk land, van alle soja die geïmporteerd wordt, die moet je kunnen opgeven om vervolgens te kunnen verifiëren dat dat land, dat we op satellietbeelden kunnen zien, dat daar dus geen ontbossing heeft plaatsgevonden. Maar dat is een gigantisch. En dan van elke sojabouw? Ja. Dat is wel een hoop. Dat is een hoop informatie. En dat die wet gaat in eind dit jaar, 30 december. En, maar hoe gaat hij dat afdwingen? Hoe gaat dat werken? Ja, dus op het moment dat je dus een lading soja wilt importeren naar Nederland, dan moet je een zorgvuldigheidsverklaring invullen. Dan moet je informatie op invullen van het product wat je wilt invoeren. En daar moet je dus ook de informatie op aangeven. Hoeveel wil je invoeren? Waar precies komt het vandaan? Wat zijn die locaties? En kun je dus laten zien dat je een analyse hebt gedaan dat er geen ontbossing is geweest. En dat gaan we dus vanavond specifiek bekijken voor sojabonen, maar dat moet dus voor al die producten die van een plek komen waar ontbossing geldt. Ja, op dit moment gaat het om 7 producten. Dus naast soja gaat het ook om palmolie, runderen, koffie, cacao, hout en rubber. Ja. En maakt het dan ook uit of dat hout uit Drenthe komt of uit Brazilië? Nee, het geldt overal ter wereld, dus ook als het binnen Europa geproduceerd is.
Nou, we gaan, dank voor deze uitleg, en dit in ieder geval meenemen. Er is nog volgens mij een hoop over door te praten. Ja. We gaan naar een ander panel toe, maar aan het einde van de avond komen we bij jou terug en andere mensen. Maar ja, bedankt voor deze uitleg en mag ik een groot applaus voor Celine. Celine Meijer van het Wereld Natuurfonds. En we gaan meteen door naar het volgende panel. En ik vraag de mensen ook, kom naar voren, want dan gaan we meteen door. Want ik heb hier ook namelijk Caroline Emmen, directeur van het comité van het graanhandelaren. Van de graanhandelaren. Mark Holwerf, adjunct-directeur van de Port of Amsterdam, of de haven van Amsterdam. En we hebben Mats Buggel, programmamanager duurzame vernieuwing bij de Nederlandse Vereniging van Diervoerindustrie. Nogal een opgave, elke sojaboon. Dat is een hoop registratie, een hoop informatie om bij elkaar te hebben. En dat komt dus in de Amsterdamse haven binnen. Dus dat is net trouwens een groot applaus voor de mensen hier. Dat hebben we vergeten. Ik was namelijk bezig met dat ik dacht van, oh, dat is echt een hoop informatie die moet verzameld worden. Hoop datacenters, ander gesprek. Maar hoe gaat dat dan bij jullie in het werk? Dus een schip komt binnen en dan? Ja, nou ja, de Port of Amsterdam is de havenautoriteit van de haven van Amsterdam. Ja. En dat betekent in feite dat wij het grondgebied beheren. Mm-hmm. Dus wij geven dat uit in concessies. Nou, concessies zijn langdurende erfpachtcontracten. Dus van vergunningen. Ja. Nou ja, ja, en erfpacht. Dus ze hebben het recht om daar vaak 50 jaar te zitten. En bedrijven, dus private bedrijven, die voeren dan de activiteiten uit. Dus ja, in de haven zijn dat op- en overslag en verwerking. Dus Celine gaf net al perfect aan. En dat zijn allemaal activiteiten die ook daadwerkelijk plaatsvinden dan in de haven van Amsterdam. Ja. En er zijn dus een aantal bedrijven die nu ook moeten conformeren aan de bepalingen van de wetgeving, dus de EUDR. En dat betekent dat zij dus nu ook zich heel sterk moeten voorbereiden op de volledige traceerbaarheid kunnen aantonen. Dus ook het papierwerk daadwerkelijk hebben, ja, om te kunnen overhandigen aan de handhavenautoriteit. En dat is in dit geval de Nederlandse overheid, ja, die dus controleert of de bedrijven ook daadwerkelijk hun zaakjes op orde hebben. En dus praktisch gezien is dat de douane. Ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Oh ja. Is dat, ja. Nou ja. Dus dan nogmaals, jullie hebben het misschien niet meteen in actie, maar het schip komt dan het Noordzeekanaal in. Ja. En dan? Nou, wat ik heb begrepen, in ieder geval ook van de Nederlandse overheid is heel druk bezig ook met voorlichting geven. Dus ook allerlei verschillende belangen, belanghebbende partijen, die geven ze ook voorlichten van oké, dit is hoe het eruit gaat zien. Hoe ik het heb begrepen is dat ze met name een controle achteraf hebben. Dus ja, het schip komt binnen, de soja wordt in principe hier dan op en overgeslagen, wordt verwerkt, gaat door. Ja. En daarna kan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dus checken of het papierwerk ook daadwerkelijk in orde is. Steeksproefgewijs. Steeksproefgewijs, exact. En wat een beetje de crux is, is je moet het dus wel natuurlijk kunnen handhaven. Ja. Is dat er een hele harde penalty zit op bedrijven die dus in gebreken blijven. Stevige straf zit erop op het moment dat je dat dus niet op orde hebt. Exact. En dan moet je dat inderdaad oppakken. We gaan daar zo meteen over doorpraten, maar dat heeft nog wel consequenties. Want eigenlijk al deze sectoren zitten ook in de haven van Amsterdam. Een flink aantal, ja. Dus palmolie, cacao en soja zijn een hele belangrijke stroom ook voor de Amsterdamse haven. Ja. Ja, dus dat heeft wel een grote impact. Dan kijk naar jou, want ja, dus dan een grote straf op het moment dat je het verkeerd doet. Maar hoe is dat dan traceerbaar? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Nou, dat heeft Celine, denk ik, het beste uitgelegd al. Ja, maar inderdaad, toch snap ik hem nog niet helemaal. Het zijn grote gegevenssets die inderdaad moeten worden doorgegeven door de hele keten. Ik zit hier namens de Nederlandse diervoederindustrie. En dus wij krijgen dan die datasets van onze toeleveranciers die de soja naar Nederland brengen. En wij verwerken daaruit dan diervoeder. Ja. Wij mengen dat bij als een eiwitcomponent. Dat is een jaarlijks is dat ongeveer 1,5 miljoen ton soja die we verwerken. Ten op, ja, in perspectief te plaatsen wordt wereldwijd zo'n 400 miljoen ton soja geproduceerd. Maar dat betekent dus, het is een heel belangrijk onderdeel van jouw industrie in die zin. Van wat de Nederlandse diervoederindustrie nodig heeft om dat te produceren. En in het voorgesprek hier net, dat moet je hier maar in pakhuis komen, maar in het voorgesprek hadden we een gesprek met de zaal en er was een boer in de zaal die zei, tenminste ik hoop dat ik het zo mag noemen, die zei, ik heb zo meteen geen veevoer meer. En gaan jullie regelen dat ik alsnog veevoer krijg? Is dit een reëel iets waar jullie bang voor zijn?
Wij zien die zorgen, wij horen die zorgen inderdaad, maar er zijn verschillende eiwitcomponenten waar... Er zijn alternatieven. Eiwitten die dan ook in het diervoer zouden kunnen worden bijgemengd. Hè. Maar dat er helemaal geen soja meer naar Nederland komt, dat verwacht ik niet. Nee, nee, maar het is wel traceerbaar. Is het dan, want laat ik hem anders vragen, want ik probeer te kijken van... Het gaat, dus Celine heeft net keurig hoe inderdaad dat proces werkt in de praktijk. Maar ik vraag me dan, ik ben geen onderdeel van de diervoederindustrie, dus ik weet ook niet hoe dat dan werkt. Maar waar gaat dingen anders na 30 december dan daarvoor? Wordt het dingen moeilijk of denk je, nou, we kunnen het eigenlijk wel aan en we hebben het alles onder controle? De praktische implementatie wordt moeilijk. En dat horen we nu, zullen we ongetwijfeld nog een paar keer horen. Maar in principe zou die veehouder dus ook na 1 januari en die hele dataset kunnen opvragen waar de soja vandaan komt. Hè. Dus dat maar is kan dat nu ook al? Stel dat ik nu veevoer koop, kan ik dan ook traceren waar het veevoer vandaan komt en dat het niet van gekapte bos is? Het is op een andere manier gewaarborgd. Nee, je kunt nu nog niet de locatie aantonen. Oké, en zometeen moet dat wel? Ja. En zijn jullie in staat om dat zometeen aan te tonen? Dat moet geïmplementeerd worden, omdat er straf op staan. Ja. Dat wordt aan gewerkt, ja. Caroline, jij bent van dat vind ik een fantastische comité van graanhandelaren. Dat is echt een is poëtisch. Het is heel mooi. Op welke manier raakt dit deze nieuwe wet jullie? Nou, hij raakt ons enorm, omdat ik ben vertegenwoordiger van de handelsketen in graan. En soja is daar een van de producten van, dat is dan een pulvrucht. Dus ik vertegenwoordig importeurs en handelaren in soja. Ja. En even om misschien dan toch ook degene in de zaal die net de vraag stelde, een beetje gerust te stellen. Wij gaan ons uiterste best doen om uiteraard te voldoen aan deze verordening. Maar, zeg ik erbij, het is een grote uitdaging. Want Celine gaf al aan, 1 is dat je precies moet aangeven met geolocatiedata van welk perceel de soja komt. Maar daarnaast moet je ook nog aan allerlei vereisten, wat zo mooi in het Engels heet, legality voldoen. Dat betekent dat je aan alle wet en regelgeving uit het land van productie moet laten zien dat je daaraan houdt. En dan zou je zeggen, ja logisch, dan moet je maar je moet het ook zeg maar, aantoonbaar maken. Dus je moet gedocumenteerd aantoonbaar maken dat je daaraan voldoet. En, want dat is natuurlijk ook uiteraard een uitdaging, deze verordening is tot stand gekomen. Het idee is dat je heel veel van deze data gaat uploaden in een systeem, in een IT-systeem, wat er al is. Daar is in de eerste proef mee geweest. Dat stemde niet helemaal gerust. In de zin, kan het systeem het aan? Want je moet je voorstellen dat er gigantisch veel data gedeeld moeten gaan worden. Mm-hmm. Wat gebeurt er als het systeem het straks niet aan kan? Dus je merkt dat wij zullen, denk ik... Dat doen we al. We blijven ons best ook doen om ervoor te zorgen dat we aan het eind van het jaar klaar zijn. Want er is op zich voldoende ontbossingsvrije soja. Maar we staan voor grote uitdagingen. Dus die geolocatiedata laten zien dat je voldoet aan alle eisen die je moet hebben. En ik denk dat dat misschien wel de grootste uitdaging is. Je moet het, zoals wij noemen, gesegregeerd aanleveren. Dus je moet aanleveren apart van de andere soja. Ja. En dan is wat Mats net zei. Europa is een relatief kleinere speler. Daarmee wil ik niet het probleem van ontbossing tekort doen. Maar China is by far het grootste, de grootste importeur van soja. En het zou dus ook heel mooi zijn als daar natuurlijk iets gaat gebeuren. Zeker, dat is inderdaad breder oppakken. Maar dan toch even dan te begrijpen, want ik wilde vragen, wat gebeurt er dan met soja van gebied wat gekapt is na 2020? Dat gaat dan dus naar China en... Er is dan dus druk inderdaad op wat naar Europa gaat. Stel, we gaan al die problemen wat betreft ICT gaan we oplossen. Het is allemaal een supergoed systeem dat het geüpload kan worden. Want elke introductie zit er altijd wel iets in met een ICT-probleem. Maar hoe gaan jullie leden dan precies met die soja? Wat gebeurt er dan met die soja bij jullie? Wat doen jullie nu met die soja? Omdat je bedoelt nu of hoe ze... Nee, nu, dan moet... nu, op dit moment. En dan wil ik zo horen hoe het straks. Ja, op dit moment, dat was eigenlijk wat in de zaal net gevraagd werd. Er wordt op dit moment niet gehandeld. Nee. Omdat men nog voorzichtig is. Omdat men weet dat men nu nog niet helemaal compliant kan leveren. Ja. Dus we weten nu dus, dat zo meteen... Dus zie je nu ook wat voorraden gaan ontstaan. Die worden dan weer in een havengebied waarschijnlijk opgeslagen. Want het is ook nog wel zo... dat je tot zeg maar, de datum van 30 december, als het ingeklaard is in de EU, hè, dan mag je dat nog gebruiken. Maar er is natuurlijk niet oneindig veel opslag. Dus ik denk dat onze grootste verzoek, en ik moet wel zeggen dat we
heel veel en goede contacten hebben met onze Nederlandse overheid. Ja. Maar zij zitten ook weer te wachten op wat meer duidelijkheid en antwoorden vanuit Brussel. Er moeten nog een aantal vraagstukken of meer informatie gegeven worden, zodat wij nog meer aan de slag kunnen om op 30 december klaar te zijn. En het liefst eerder, want eigenlijk wil je natuurlijk nu al alles paraat hebben om vervolgens de komende periode het te kunnen invoeren. Ik wil zelf wel weten wat dan de vraagstukken zijn waar we dan nog naar moeten kijken. Maar dus nu, jullie leden kopen dus wel soja op, maar slaan het dus inderdaad op om te zorgen dat er niet een, begrijp ik het dan goed, dat er dus niet een tekort is na 30 december. Nou ja en nee, kijk, je gaat natuurlijk nu niet iets kopen waarvan je niet zeker weet of het gaat voldoen. Dus ja. Je ziet een zeg maar je zegt als het nu in de Europese Unie is, dus in de Amsterdamse haven is in de Europese Unie, ja. Dan mag het in feite ook na 30 december gewoon gebruikt worden. Mits ingeklaard, inderdaad. En dan ja. En je moet aantoonbaar maken dat je tot die periode natuurlijk hebt ingevoerd. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk maar een hele kleine oplossing voor een tijdelijke periode. Dat is korte termijn. Ja. En dan hebben jullie die bonen. En wie verkopen jullie dat dan? Waar gaan die bonen van jouw leden daarna naartoe? Nou ja, bonen gaan voor een groot deel natuurlijk naar de mengvoerderindustrie. Om daar prachtig veevoer van te maken. Dus dan koopt Mark ze in en dan gaat zo het cirkeltje rond. Klopt het? We hebben het nu scherp hoe dat proces gaat met die bonen en kunnen we dan naar waar het dan misschien in de toekomst, welke regels dan nog niet helemaal helder zijn? Of missen we nog iets? Nee, ik denk dat dit wel een redelijke lading dekt. Ja. Oké, maar dan die zegt, zijn ze meteen, moeten dan regels nog helder gemaakt worden? Ja. Waar moeten we dan aan denken? Dus wat is nu nog onduidelijk voor jullie? Ja, mag ik of wil jij? Nee, in principe heb jij net heel goed al uitgelegd, Caroline, inderdaad. Uiteindelijk is het zijn vooral die praktische omgang met die gegevens is op dit moment lastig. En dat het op een hele korte termijn een hele slag is om ingevoerd te krijgen. Ja, kijk, je moet je voorstellen, we hadden het net even over die geolocatiedata. Ik denk dat in veel landen kun je waarschijnlijk die data wel krijgen, maar die moet je ook krijgen van de boer of de producent daar ter plekke. In sommige landen is het zo dat die gegevens niet gedeeld mogen worden, bijvoorbeeld uit privacyreden. Dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, want daar komt ook soja vandaan. Dan is het natuurlijk de vraag, als je dat niet kunt krijgen, hoe los je het dan op? Zodat je wel aantoonbaar kunt maken waar het vandaan komt, zonder dat je in dit geval bijvoorbeeld die privacyregelen zou schenden. Ja. Nou, dat is een voorbeeld van een probleem waar toch echt wel een vraag nog bij zit. Maar hoe kan dan, wat moet dan voor jullie betreft de Europese Unie, hoe moet die dat oplossen? Als ik het zou weten meteen, zou ik bij wijze van spreken zeggen, dat vind ik ook nog een lastige. Misschien moet je dan die data ergens bij een derde kunnen stallen. Ik bedenk het nu maar een beetje, mm-hmm. Ik weet het ook niet precies hoe dat kan. En als die data wel te krijgen zijn, dan is het natuurlijk veel data. En nu is een beetje de zorg ook dat het huidige IT-systeem gewoon die hoeveelheid niet aan kan. Ja. Dat is natuurlijk, je moet je kijken en dan er komt zoveel. En dan is het ook nog zo, soja wordt verbouwd. En elke keer krijg je natuurlijk nieuwe soja. Ja. En soja is maar zo. Het is een oneindige hoeveelheid van nieuwe informatie, nieuwe data die opgeslagen moet worden. Zeker. Om maar te kunnen blijven bewijzen van elke boom waar het heen gaat en waarom. Ja, elke keer opnieuw. Ja. En Mats, jij zei het net al van je bent programmamanager duurzame vernieuwing bij de Nederlandse Vereniging van Diervoederindustrie. Ook een mooie titel. Maar wat bij jullie verwerken dat inderdaad wat je net al zegt, dat is die toevoeging van die eiwitten op dat dierenvoedsel. Waar zien jullie tegenop als het gaat over deze regels? Want je zegt ook van, nou, ik vind het prima, maar het is heel ingewikkeld om het in te voeren. Waar moet ik dan aan denken? Ja, deels hebben we natuurlijk dezelfde uitdagingen als ook onze voorschakels in die keten. Ja. En ik denk een belangrijk onderwerp wat wij vinden wat op dit moment ontbreekt in die wet, is iets waar wij ons ook al lange jaren voor hebben ingezet, is dat ook andere aspecten hierbij worden meegenomen. Bijvoorbeeld arbeidsrechten en het gebruik van gewasbescherming bijvoorbeeld. Hè. Daar zal ook het latere panel denk ik nog verder op ingaan. En dat zijn zaken die op dit moment buiten beeld zijn van deze ontbossingsverordening. Waar die verordening een hele mooie stap is om het inderdaad helemaal traceerbaar te krijgen met de productielocatie tot naar Europa.
worden zulke zaken die ik net noemde daar buiten beschouwing gelaten op dit moment. Ja. En begrijp ik dan goed, want het komt op mij over als jullie zeggen ik ben niet tegen deze wet, maar ik vind dat het te snel gaat. Of is het te complex? Of is het te... Nou, eigenlijk zou je willen, wat we eigenlijk vragen is, en dat hebben we nu zowel in Nederland, maar ook in Brussel, natuurlijk heel veel partijen al gevraagd. Zorg dat alle randvoorwaarden en open vraagstukken opgelost zijn voordat we met z'n allen gaan implementeren. Want het zou natuurlijk ook een beetje een gekke constructie zijn dat we in 1 januari denken, ja, het systeem werkt niet of we zijn er eigenlijk nog niet helemaal klaar. Dat wil je niet. Nee. Maar dan toch nog even, want wat ik dan begrijp is de informatie, precies de privacy van bepaalde landen, zoals de Verenigde Staten, is het lastig te traceren. En voor de rest maak je zorgen over de implementatie wat betreft ICT, dus of de computers het aankunnen. Ook. Maar misschien, ja, wat ik ook zei, weet je, dat je dus deze soja moet apart, in een aparte stroom geëxporteerd worden. Ja. En één ding kan ik nog wel namens de handel zeggen, is dat dat hele logistieke proces is zo efficiënt ingericht dat dit best wel raar is dat je een bepaald deel nu helemaal apart moet gaan regelen. Is dat bij de betekenis? Dat is echt de uitdaging. Het wordt dus dan bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten wordt het dan uitgevoerd en één schip gaat naar, uit dezelfde loods, gaat naar Europa en een ander schip gaat naar China. Ja, maar het zitten nog stapjes daarvoor. Het zijn allemaal verschillende percelen in verschillende silo's, naar andere silo's, naar andere opslagen. En dat komt allemaal bij elkaar, want het is natuurlijk gewoon een commodity. En dan dus weet het komt je bij niet elkaar. Van, net zoals je niet weet als je groene stroom bestelt, of precies dat ene elektron opgewekt is door die zonnepanelen. Maar je weet in ieder geval wel dat dat percentage van de totale hoeveelheid stroom daar vandaan komt. Ja, maar is dat een beetje wat je bedoelt? Ja, maar dat mag dus niet. Je moet het apart houden. Ja, maar dat betekent dus dat dus al die, dat de Verenigde Staten dat ook moet doen. Ja, maar bijvoorbeeld in Brazilië, die leveren ook aan China, veel. Hè, dus dan gaat er denk ik een deel naar China en een klein deel gaat naar Europa. Dat moet dus apart gehouden worden, dus je efficiëntie ben je kwijt. Dus wat wij natuurlijk nu vooral aan het organiseren zijn, is dat het lukt om die stroom apart te houden en naar Europa te krijgen. Maar als we dus aan jullie vragen, en dat is ook zo meteen aan jou, maar dat betekent dus, als het vraagt wat betekent dit voor de bedrijfsvoering, dan is het dus kosten en dus gebrek aan efficiëntie en dus onzekerheid over kun je dit ook daadwerkelijk uitvoeren? Ik val nog het nodige vragen om het uitgevoerd te krijgen. Ja. Hoe zouden we dit wel moeten doen? Want ik neem aan dat jullie het mee eens zijn dat het goed is dat er stappen gezet worden om de ontbossing tegen te gaan. Nou ja, wat we net hoorden, een Amsterdamse bos in 1 uur, dat is toch wel jammer. Maar hoe moet dit dan wel opgezet worden? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of ik het juist ben om die te beantwoorden. Kijk, de rol die wij spelen als Port of Amsterdam is natuurlijk iets anders. Dus nou, je vroeg net ook van wat zijn een beetje de aspecten waar jullie tegenop kijken. Nou, we zijn natuurlijk al heel goed bewust van de uitdagingen die de leden van het comité zijn natuurlijk ook onze klanten. Ze zijn heel erg bewust van de uitdagingen die zij daar hebben. Maar in de regel denk ik dat wij heel positief kijken ook tegen de implementatie dan van deze wetgeving. Je deelt in ieder geval de zorgen niet... Nee, ja, wel dus de praktische zorg zeer zeker. En ik denk wat dat betreft, allebei mijn tafelgenoten die zullen ook zeker een voorstander zijn van die wetgeving. Dus zijn ons heel erg bewust van de uitdagingen, de praktische uitdagingen die erin zitten. Ja. Alleen, zeg maar, de rol die wij vertolken is natuurlijk ietsje anders. Wij zitten eigenlijk zelf niet fysiek in die keten. We zijn meer een faciliterende partij. Jullie kopen niet zelf soja? Nee, wij zijn op geen enkel moment zijn wij eigenaar van de soja. Dus voor ons is het een hele positieve ontwikkeling, omdat het ons helpt dat wij nu... eigenlijk een level playing field, zo noem je dat, dus voor iedereen gelden dezelfde regels. Gelijk speelveld, exact, dank. Dat nu geldt. Want wij zijn voorheen ook al begonnen met een eigen vestigingsbeleid. Ja. Waarin wij dus ook keetverantwoordelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Hebben gedefinieerd van wij vinden duurzame lading betekent geen ontbossing, betekent geen arbeidsexploitatie, geen negatieve impact op het milieu. En voorheen waren wij daar zelf individueel afspraken over aan het maken met onze klanten. Ja. En dat betekent dat het voor ons natuurlijk best wel een uitdaging is, want we hebben honderden goederenstromen door de haven lopen. En je moet dan per individu gaan bekijken van oké, wat kunnen we doen en hoe kunnen wij als havenautoriteit dat ook in de gaten houden. En nu heb je dus een structuur en er zitten zeker nog een heleboel kinken in die ook duidelijk ook geadresseerd moeten worden. Maar voor ons betekent dit wel dat nu belegd is in feite bij de nationale overheid, met alle middelen, capaciteit die erbij komt kijken. En dat wij dus nu een stuk makkelijker ook dat gesprek kunnen voeren met onze klanten. En samen ook kunnen kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dus al die verschillende uitdagingen ook kunnen adresseren. Ja, dus dat betekent voor jullie eigenlijk, is het een soort van, je noemt gelijk speelveld, level playing field, maar betekent dus, het maakt het makkelijker om
die ambities die je hebt. We hebben een hele mooie avond die elkaar gemaakt hoe die precies de verduurzamingsambities van de haven zijn. Ja. Om die dus goed uit te voeren en iedereen dus gelijk te kunnen behandelen. Ja, exact. Dus het vergt van ons zeg maar, een stukje minder maatwerk specifiek op het gebied van ontbossing. En we weten dus dat er een handhavende autoriteit achter zit die ook daadwerkelijk partijen die... Dus geven jullie juist rust omdat daar structuur in komt. Ja. Maar dan kan ik toch naar jullie, want ik kan me ook voorstellen dat het juist door nieuwe regelgeving... Het is natuurlijk spannend als nieuwe regelgeving ingevoerd wordt. Hoe werkt dat precies? Waar wordt gehandhaafd, waar niet? Als er onduidelijkheid is, hoe moet je precies dit lezen, hoe moet je dat regelen? Maar op den duur is het ook wel prettig dat het gewoon heel helder is aan welke regels iedereen moet houden. Of zeg ik nu iets geks? Nee, dat klinkt heel mooi. Ja. Dat je tik moet je houden aan de regelgeving en dat gaan we ook zeker doen. Ik hoor het maar. Een klein beetje aarzeling, niet maar nee. Aarzeling. Het doel is natuurlijk tegengaan van ontbossing. Ja. En volgens mij gaan we straks ook de discussie krijgen, wat is nou precies het effect ervan? Daar ben ik een beetje aarzelend over. Haal je nou met deze verordening, bereik je daar het meest mee? Ik kan me voorstellen dat je, dat is zeker een stap, maar dat het natuurlijk nog veel mooier zou zijn, is dat je met en de productielanden zelf, maar ook de andere inkopende landen, die zijn best groot, veel meer probeert aan tafel te zitten, zodat je eigenlijk wereldwijd het probleem aanpakt. Moet dat zal zijn. Ik denk dat dan echt je het effect gaat krijgen wat je zou willen. Ja. En voor jou, Mats? Of nee, herhaling. Ja, nee. Ik wilde sorry, ook Mats, inderdaad sorry. Die globale samenwerking inderdaad benadrukken in deze kwestie. Inderdaad. Want dat betekent hiermee dus... vegen we ons straatje een beetje schoon. Dat wij geen ontbossing meer veroorzaken met de producten die wij importeren. Maar blijft het inderdaad elders in de wereld gewoon doorgaan. Maar dat is toch ook wel gewoon onze verantwoordelijkheid dan om ons deel in ieder geval goed te doen? Ja, ja. En dat hebben we hiermee ingericht. Maar of het daarmee dat probleem oplost is een andere vraag. Ja. Hoe, dat is na de tweede, dan kom ik wel op de vraag die ik net aan jou stelde, maar hoe moeten we dit dan inrichten op een manier dat die doelen wel haalt? Dus we willen allemaal die ontbossing tegengaan. Jullie zeggen zelfs, daar willen we aan toevoegen. Arbeidsrecht, leuk, dus goede arbeidsomstandigheden. Andere milieuregels die erbij horen, horen er eigenlijk ook bij. Dus jullie zeggen eigenlijk, het is niet gefocust genoeg en het is niet helemaal helder genoeg. Hoe moeten we hem wel invoeren? Welke elementen moeten er wel in zitten? Dat bedoel je met de verordening zoals die nu is. Hoe zou je hem wel willen? Hoe zou het wel oplossen voor jullie? Nou ja, wat ik net eigenlijk aanstipte, er zitten nog een aantal punten waar we van denken dat is niet nog voldoende goed voorbereid. Ja, ja. En ook het voorbeeld wat ik net noemde over dat legality. Kijk, de regelgeving, je neemt grote risico's als je zomaar inlaat, maar niet helemaal zeker zou weten of inderdaad alles wat je als documenten erbij voegt, of je daarmee voldoende aantoont dat je aan alle rechten hebt gewaarborgd. Ik denk dat daar ook echt nog wel wat meer duidelijkheid door de Europese Commissie gegeven zou moeten worden. Nou, we gaan er uitgebreid nog over doorpraten hier. En ook na afloop praten we ook nog door hier in Pakhuis op YouTube. Staat dan het hele programma. Mag ik alsjeblieft al een groot applaus voor deze mensen. Caroline van Emmen, Mark Horert en Mats Bruijker. Dank jullie wel. En we gaan meteen door naar het volgende panel. En dan gaan we namelijk over doorpraten van wat betekent dit nou ook verder. En ik ben benieuwd ook hoe zij er naar kijken. Olaf Brugman is hier, manager stakeholder engagement bij de Rabobank. Ook hier is Evert Rijmakers, Europe Outreach and Engagement Manager, hele titel, bij Roundtable for Responsible Soy, dus rond de tafel voor verantwoordelijke soja, de RTRS. En Celine Meijer is terug. En jij was natuurlijk van het Wereld Natuur Fonds. Grote applaus voor deze mensen graag. En dan gaan we dan meteen door naar jou, Olaf. Ja, fijn dat je er bent. Je bent van de Rabobank. En ik ben echt benieuwd van... We hebben het net allemaal gehoord hoe dat dan in de praktijk gaat. En hoe die processen ook gaan. De meeste mensen houden zich niet dagelijks bezig met sojaproductie en verwerking daarvan. Hoe is het herkenbaar in jouw werk hoe zo'n keten in elkaar zit? Ja, absoluut herkenbaar. Rabobank financiert bedrijven in eigenlijk alle fasen van de keten. Dus zowel aan de productiekant, ook aan de handelskant, ook havens, logistiek, tot aan supermarkten. En ja, die soja die stroomt daar als het ware doorheen. Dus is bij veel partijen is het relevant. Deze op veel verschillende plekken komt dat aan. En jullie zeggen, op jullie website staat er ook van nul ontbossing. In ieder geval voor dit soort doeleinden. Ik neem aan dat voor biobased bouwmateriaal dat een ander verhaal is. Maar geen ontbossing. Juichen jullie dan deze wet toe? Is dit een goede wet?
Nou, het is een wet die in ieder geval een hele goede ambitie heeft, namelijk de ontbossing tegengaan. Ja. Zeker ook tropische ontbossing. En als je op wereldniveau kijkt, is dat wat we eigenlijk nodig hebben met z'n allen om de klimaatverandering te beteugelen. Dus we weten dat als je als bedrijf op een goede manier bij wil dragen aan het tegengaan van klimaatverandering of aan het tegengaan van natuuropoffering, dan zou je dat op wereldschaal moeten willen. Ja. En dat wil de Rabobank ook en daarom kom je dan nul ontbossing tegen. In de praktijk is het natuurlijk de vraag, waar gebeurt dat dan? Wie kan er iets doen? Wie moet er iets voor doen of iets voor laten? En wie gaat daar de rekening van betalen? En daar verschillen dan nog wel eens partijen over van mening. Wie eerst moet en wie je al in de praktijk bij kan dragen. Ja, maar dat betekent dan concreet dat ben je het dan eens met de zorgen? Of deel je de zorgen die de ketenpartijen naar voren brengen? Ja, absoluut. We hebben net behoorlijk wat voorbeelden gehoord van nog onzekerheid over de implementatie. Nou, een aantal bedrijven die voorlopen, die kunnen daar misschien bijdragende oplossingen. Er zullen ook partijen in de keten zijn die de onzekerheid oplossen door nog even niks te doen en uiteindelijk de markt te volgen. En er zijn misschien ook partijen die zeggen, nou, dit is wel heel erg ingewikkeld. Ik ga produceren en handelen naar landen die misschien wat minder vragen stellen of waar de wetgeving van wat lager niveau is. Dus we weten ook niet precies hoe uiteindelijk de markt zal reageren. In de EU is die verordening bedacht en ja. die heeft een bepaalde bedoeling en die is oké. Maar andere landen die zien daar misschien ook hun import en export door aangetast en gaan misschien ook andere acties bedenken om de EU de wind uit de zeilen te nemen. En dat laatste, die reactie van de markt, dat is natuurlijk nog onvoldoende bekend. Ja, nou, maar dat was ook zo bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbeheer en bij andere dergelijke vergaande Europese wetten. Hoe moeten we dan hier naar kijken? Is het dan, moeten we gewoon doorgaan wat jullie betreft? Of moet het, ja, dus hoe komen we uit deze, moeten we hier gewoon doorheen? Hoort dit erbij? Of? Nou, je moet gewoon de stappen doen die je kunt doen. En je moet dat met z'n allen doen. Er zijn zoveel partijen betrokken. En ook een producent van soja in sommige landen heeft zoveel opties om zijn soja te verkopen. Partijen die hogere eisen stellen, partijen die lagere eisen stellen. Daar heb je dat levert ook voor banken onzekerheid op. Maar eigenlijk moet iedereen binnen zijn invloedssfeer proberen het maximale te doen wat mogelijk is. En moet gewoon aan de bank. Ja, en ketens en landen moeten met elkaar overleggen hoe ze dat samen het best kunnen doen. Door gezamenlijk de benefits of de voordelen te hebben. Ja. En de kosten eerlijk te verdelen. En dat is bijvoorbeeld wat RTRS of andere industrieplatforms doen en gedaan hebben in het verleden. Ja. Selina, snap je, want we hebben net heel veel verschillende zorgen gehoord, ook van de ketenpartij. Snap je die zorgen? Deel je de zorgen? Ja, ik begrijp zeker de zorgen die geuit worden over de onzekerheden die er nog zijn over bepaalde delen van de implementatie van deze wet. Dus dat snap ik zeker wel. Maar aan de andere kant wil ik ook wel benadrukken, ontbossing is geen nieuw probleem. We weten dit al heel lang. Er zijn allerlei afspraken gemaakt, er zijn beloftes gedaan dat ontbossing al gestopt zou moeten zijn. En het gaat gewoon nog steeds in een heel rap tempo door. En er is heel veel ruimte geweest voor vrijwillige mechanismes om het probleem op te lossen. Maar dat heeft niet gewerkt. Nee. Dus ergens, bedrijven hebben ook een beetje afgewacht tot er nu een wetgeving gekomen is die het aan moet pakken. Ja. Dus ja, we zijn eigenlijk al best wel laat. Er had al veel eerder veel meer moeten en kunnen gebeuren. Dus ik zie dat er onduidelijkheden zijn met die wet. En dat moet ook zeker opgelost worden. En er zitten ook andere haken en ogen aan. Maar het is toch heel belangrijk dat die wet er is. Omdat er nu gewoon echt een verplichting ligt. Anders komen bepaalde bedrijven gewoon niet voldoende in actie. Nee, en dan wordt er dan, wat tenminste bij mij het beeld opwekt, het voorbeeld van de Verenigde Staten met verschillende aanvoerlijnen van soja, want natuurlijk omdat verschillende boerderijen samenkomt en langzaam zeg maar lang bij elkaar komt en dan pas gesplitst wordt. Maar dat je dan zo'n hele keten precies moet weten waar het vandaan komt. Dat betekent dus dat in de Verenigde Staten grootschalig moet aanpassen.
En het hoort op mij een beetje dat dat niet zo realistisch is. Deel je die angst dat er risico bestaat dat het juist soja in Europa veel duurder gaat worden met alle consequenties van dien? Ja, kijk, op het moment dat je allerlei stromen van elkaar apart moet houden, dan zijn er inderdaad kosten mee geboeid in die logistieke keten. Ja. Wat we eigenlijk willen, is dat de ontbossing helemaal stopt. Stel dat we dat voor elkaar krijgen, dat alle soja wordt geproduceerd. Dus mag niet best één keten zijn. Als dan hoef je niks meer van elkaar te scheiden. Dan is alle soja ontbost, of het nou naar China gaat of naar Europa gaat. Dat is eigenlijk het ideaalplaatje wat we met z'n allen willen bereiken. Dus hoe kunnen we daar nou komen? Dan hoef je niet te investeren in aparte schepen, aparte ketens en alles van elkaar scheiden. Net zo vervelend op de korte termijn is het dan nu dat inderdaad Europese verwerkers daar dan inderdaad misschien op korte termijn de dupe van zijn. Maar als je niks doet, betekent dat we er allemaal de dupe van zijn. Dat is een beetje de samenvatting. Ja. Dan ga ik ook naar jou kijken, Evert. Je bent voor, wat ik al zei, je bent voor de roundtable, de rondetafel voor verantwoordelijke soja. Dat is een club van NGO's die samenwerken en anderen. Zeg het verkeerd. Ja. Zeg het goed. Het is geen club van NGO's. Wij zijn een association, dus een vereniging feitelijk. Opgericht in 2006, geregistreerd in Zwitserland. Ja. Dus we zijn geen stichting, geen foundation, maar een association. Wij hebben wel heel veel betrokkenheid van NGO's, van bedrijfsleven en van producenten. Want dat is precies hoe de membership base, dus de leden samenstelling is opgebouwd. Ja, dus klopt wel, dus dat is een briefje van NGO's, producenten en handelaren. Maar het is echt, je bent een association, dus een samenwerking, een bijeenkomst, een toevalligheid van deze mensen. Ja. Die aan een tafel gaan zitten en dan inderdaad daar goed over praten hoe dat verantwoord kan. Hoe defineer je verantwoorde soja? Wat is meer dan de ontbossing? Ja, dat is een stuk meer. Dat is denk ik ook meteen een beetje het probleem van de wet. Wij zijn eigenlijk twee dingen. We zijn ten eerste een roundtable. Nou, dat staat natuurlijk voor samenwerking met ook conflicterende partijen in de hele keten. NGO's, overheden, bedrijven, boeren. Die hebben lang niet altijd precies dezelfde optiek van hoe moet je duurzame soja creëren en verhandelen. Dus dat is ten eerste. Het tweede is dat we een standaard en certificering zijn. Ja. En wij zijn een onafhankelijke, dat heb ik net geschetst. Er zijn er een heleboel in de wereld van soja. Wij zijn niet onderdeel van een bedrijf of wat dan ook. We zijn onafhankelijk non-profit. Dat is hoe wij werken. We hebben een hele simpele doelstelling. Wij willen ervoor zorgen dat er duurzame soja geproduceerd en verhandeld wordt. Dat is in feite hoe zij zijn samengesteld. En die ontbossing is slechts één. Hoeveel had je er? 108 indicatoren? We hebben 108 inderdaad. En waar moeten we dan allemaal aan denken? Dat zijn er gewoon waar je aan moet voldoen, checklist. En 108 vinkjes worden er gezet, al dan niet. En wat voor andere vinkjes zijn er dan? Nou, Mats refereerde er net ook al een klein beetje aan. Voor ons is legality vanzelfsprekend. Dus wetgevendheid. Je moet voldoende wetgevendheid. Ja, ik praat elke dag vertalen. Engels, dus ik... Helemaal goed. Mijn excuses. Dus wetgevendheid en daaraan voldoen is een hele belangrijke. Belangrijk is ook business relations en community respect. Dus gewoon fatsoenlijk omgaan met de mensen wie je zaken doet, maar ook met de mensen die er werken. Precies. En dat houdt ook bijvoorbeeld in inheemse bevolking. Ja. Die moeten meegenomen worden, die moeten op een goede manier geïnformeerd worden en mee gecommuniceerd worden. Culturele erfgoed daarvan moet beschermd worden. Lonen voor arbeiders en dergelijke moeten natuurlijk netjes voldoen aan alle wetgeving. Dus het is eigenlijk waar we natuurlijk al eerder ook hier in deze setting, ook in Amsterdam, vaak afgesproken hebben, is de donut van Kate Raworth. Je moet zowel voldoen aan alle sociale grenzen als aan de ecologische grenzen. Exact. En zorgen dat je binnen die donut blijft, want als je eronder zit, dan heb je het tekort. Zit je erboven, dan is de schade te groot en heeft alle effecten. En wij proberen inderdaad een 360 benadering daarvan, een holistische benadering, die ook natuurlijk heel veel natuurbeschermingsmaatregelen meeneemt, maar ook een ontzettend belangrijk principe, nummer 5 uit onze standaard, is in goed Nederlands good agricultural practices. Dus goede arbeids- of landbouwmethoden. En daar hoort heel erg bij, hoe ga je om met verantwoord chemicaliënbeleid, dus de pesticiden, herbiciden, fertilizers. Hoe ga je om met wat heel standaard is, no-tillage. Wij zijn gewend aan ploegen en eggen en doen. Nou, dat wordt vooral gepromoot in Zuid-Amerika om niet te doen. Daarmee blijft er veel meer CO2 in de grond zitten.
Daar hebben we aan toegevoegd heel veel methoden van afwisselende gewassen. Dus mm-hmm. Het is niet alleen maar soja, het is ook bijvoorbeeld sorghum en mais. Dus ga inderdaad zorgen dat er veel doorgaan. We gaan even verder. En als we dan kijken naar de... je maakt je zorgen duidelijk over de wet. Tenminste, dat haal ik uit je verhaal. Dat klopt. Als je dan één ding hebt, wat is dan expliciet wat scherper moet aangegeven worden? Want dan... Er zijn twee problemen rondom de wet. Ja. De eerste is waar het over gaat, ontbossing. Als we nu even de sociale aspecten en dergelijke uit onze standaard buiten beschouwen laten en de wetgeving en dergelijke. Maar een andere die ongelooflijk belangrijk is voor het behoud van natuur en daarmee ook biodiversiteit is wat conversion heet. Ik weet er nog steeds geen goed Nederlands woord conversion. Voor. Omzetting. Het omzetten, ontginnen van natuurlijke landschappen die geen bos zijn. Er zijn heel veel savannenlandschappen bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. De Sahara is een hele grote, zoals de Amazone een biome is, is de Sahara ook een biome. Immens groot, maar dat is niet echt een bos. En dat valt dus ook niet in de wet. Wat jullie zeggen is eigenlijk door heel erg te focussen op één biome, één omgeving. Eén soort natuur. Één soort natuur. Betekent dat we dus de druk op andere natuur vergroot? Klopt die, deel je die? Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ja, vertel, hoe werkt dat dan? Nou ja, als we bijvoorbeeld kijken naar soja, dan zien we dat een heel groot deel van de soja die we importeren uit Brazilië, die komt inderdaad uit die Cerrado, dat savannegebied, die valt nu eigenlijk grotendeels buiten de wet, omdat de wet alleen bossen beschermt. Ja. En wat je dan krijgt, is hoe beter bossen beschermd worden, maar hoe groot de vraag naar soja blijft, dat moet ergens vandaan komen. Nou ja, dan is het heel aanlokkelijk om verder uit te breiden in de Cerrado, want vanuit daar mag je nog wel omzetten, landbouwgrond maken en naar Europa vervoeren, want dat valt nu buiten de wet. Dus dat is zeker ook een hele grote zorg die wij ook delen. Bij ons niet natuurlijk. Dat valt bij jullie, uit jullie 108. Ja. Dus ja, punt is inderdaad. Had die wet die 108 punten meegenomen. Vanuit de Rabobank, hoe kijken jullie naar het tegengaan van ontbossing? Maar misschien ook juist het tegengaan van ook dit soort gebieden, dat het overgebracht wordt naar landbouwgrond. Nou, we weten dat eigenlijk het tegengaan van landomzetting, ook als het geen bos is, even belangrijk is als de ontbossing zelf. Ja. Dus we kijken daar ook steeds meer in samenhang naar. Je zou kunnen zeggen, het maakt eigenlijk niet meer zoveel uit voor financiële instellingen of je nou over ontbossing of omzetting van zo'n savanneland hebt. Ja. Je moet met allebei even voorzichtig omgaan. Dat komt ook in beleid. En wat deze wet doet, samen met, overigens met andere wetgeving van de EU, is dat eigenlijk de screening van de tegenpartijen in handelsrelaties, dus bedrijven op zich, en hoe zij in het algemeen omgaan met klimaat- en natuurrisico's en hoe systematisch ze dat doen, dat steeds meer ook voorwerp wordt van onderzoek. Heb je weer data voor nodig? Moet je ook gaan bekijken bij de counterparts? Mm-hmm. Je moet bij wijze van spreken ook handelaren, die moeten gewoon naast de vrachtwagen staan op het moment dat goederen ingeladen worden. Dus je krijgt daar toch fijnmazigere monitoring. En dus het betekent, daar kan je een hoop andere gesprekken over hebben, inderdaad, wat het probleem ervan is. Dat je dan heel veel informatie krijgt, heel veel moet je doorlezen. Dus ook de opslag van data en alles wat daarbij komt kijken. Als je gaat kijken, want jullie zeggen inderdaad, we zijn tegen de omzetting van dat soort gebieden naar landbouw. Dus eigenlijk moet dat niet enorm groeien. Dan gaan we het laatste nog even vragen waarom het dan blijft groeien, wat daar de reden van is. Maar als je googelt op Rabobank en ontbossing, dan kom je dus op een claim van Eerlijke Geldwijzer, die juist zegt dat jullie doorgaan met die lobby lokaal. Hoe werkt dat? Dus dat je bijvoorbeeld in ontbossingswetgeving in Brazilië, dat jullie daar tegen lobbyen? Nou, in dat onderzoek lobbyt de Rabobank niet. Maar dat onderzoek gaat vooral over de lobby van andere bedrijven. En of banken daar een zorgplicht in hebben of een verplichting om zich daar ook iets van aan te trekken. Nou, dat is een onderwerp vrij nieuw. Spreken wij over ook met maatschappelijke organisaties. Maar die claim klopt dus niet dat de Rabobank lobbyt tegen ontbossingswetgeving in Brazilië. Nee, dat herken ik niet. Okay. Nee. Wat daarnaast ook wel belangrijk is, als je toch het verschil wil maken, is ook
niet-legale van legale ontbossing beter onderscheiden. En daar investeren we ook in. Dat daar ook de monitoring beter wordt. Er komen gelukkig ook steeds meer overheidsinformatie, ook satellietinformatie beschikbaar. En ook dat gaat eigenlijk hand in hand met de traceability. Dus dat is gewoon nodig. Dat uiteindelijk traceerbaarheid, met de traceerbaarheid van de goederen. Het probleem was een gesprek voeren waar de meeste mensen de hele tijd gewoon Engels praten en dan in het Nederlands moeten. Maar dat betekent dat dat blijft er steeds op dat die traceerbaarheid lastig is en die omzetting. In één zin, kan je uitleggen waarom die groei van landbouwgrond er steeds nodig is? Is dat wereldbevolking groei? Eigenlijk is die niet eens nodig. Het probleem is dat er eigenlijk vaak landbouwgrond heel intensief gebruikt wordt voor een korte tijd. En in plaats van te investeren om die grond gezond te houden, wordt ervoor gekozen om nieuw land te ontbossen en daar te gaan produceren. Dat is een slechte manier omgaan met grond. Precies. Klopt, zien jullie dat ook? Ja. Grondspeculatie is eigenlijk een ongelooflijk belangrijke en onderbelichte grondoorzaak voor landbouwgebruik. Er wordt enorm veel grond, met name in een land als Brazilië, waar grote gebieden niet helemaal duidelijk is van wie is nu de eigenaar, wordt gewoon ongelooflijk gespeculeerd met de grond. Ja. En die wordt ingezet om hem ten eerste te ontbossen. Dat is lekker kassa voor het hout. Vaak wordt er dan vervolgens vee opgejaagd. En na verloop van tijd ontstaat er eventueel landbouw. Alleen dat wordt 100% toegeschreven aan de verbouwing van soja, terwijl het niet altijd in eerste instantie de reden was om dat te doen. Ja, en dat is dus precies een van die 108 punten waarin zorgt dat je niet de hele tijd dezelfde gewassen... Exact. Wij hebben sinds 2009 is voor ons ontbossing niet toegestaan. En het soortgelijke regels hebben we ook voor conversie. Met al die andere, wat ik net eigenlijk nog had willen zeggen, het tweede probleem van de wetgeving, dat gaat wel degelijk over die traceerbaarheid. Ja. Namelijk de fixatie die we hebben om per se de fysieke soja die wij gebruiken traceerbaar hier te willen krijgen. Dat gaat niet voorkomen dat het Amsterdamse bos daar ook nog eens een keer blijft gekapt worden. Want een reactie van het bedrijfsleven, net als water, je zoekt naar de weg van de minste weerstand, gebeurt dat ook vanuit bedrijfsleven. Dus heel veel bedrijven gaan juist proberen hun soja in te kopen uit gebieden die als heel laag risico bekend staan, waarmee we eigenlijk onze betrokkenheid en mogelijkheid tot betrokkenheid met gebieden die kwetsbaar zijn om daar een oplossing en een transitie, de naam van onze avondsessie, om die transitie mogelijk te maken. Die mogelijkheid die ontnemen we onszelf wel voor een deel hiermee. Ja. En natuurlijk is Europese regelgeving, dat probeert voorop te lopen, inderdaad daarin dingen daarin goed scherp te krijgen. Dat wordt vaak altijd moet het uitgewerkt worden in lokale wetgeving, dus landelijke wetgeving. Wat kunnen wij nu als Nederland, of misschien hoe we hier aan tafel of in deze zaal zitten, anders doen om dit op te pakken? En we gaan voor de mensen die kijken, we gaan zo meteen op YouTube door. Dus kijk je dit op AT5, switch naar YouTube. Ga daar kijken, ga daar de rest kijken, want dan volg je het rest van het gesprek. Maar ik ga dit zo meteen op YouTube aan jullie vragen, maar ik vraag deze nog op AT5 aan Salta, ook aan jou. Dus wat kunnen wij nu hier aan tafel echt morgen doen om het beter te doen? Ja, we hebben het natuurlijk al de hele avond specifiek over deze wetgeving. En dat is gewoon nu een feit. Daar moeten bedrijven vanaf het eind van dit jaar aan voldoen. Die gaat niet meer gecanceld worden. Die gaat niet meer gestopt worden. Nee. En dat die niet perfect is, dat zien we ook allemaal. Maar dit is niet het enige wat je kunt of moet doen. Er zijn natuurlijk allerlei aanvullende stappen die gezet moeten worden. En het werd in het vorige panel ook al genoemd. Die samenwerking, die globale samenwerking. Niet alleen ons eigen straatje schoonvegen in Europa, maar juist dus eigenlijk ook buiten Europa afspraken maken. Dus ik denk iets wat wij hier kunnen doen is echt daarover verder gaan praten. Hoe kunnen we zorgen dat we daadwerkelijk het probleem oplossen? Niet alleen voldoen aan de wet, maar juist ook echt die ontbossing aanpakken. En daar zullen aanvullende dingen voor nodig zijn. Er is dus een vervolgwetgeving is nodig. Vervolgeisen die zijn er nodig. En er zijn dus ook inderdaad, we moeten echt het gesprek aangaan met Brazilië, de Verenigde Staten, China en andere landen. Eens. Of nog laatste één woord? Nee. Dat doen we al heel lang, het gesprek aan. Gezamenlijk de onderdrempel naar boven. Ja. En dan gaan we er meteen doorpraten, want ik hoor je zeggen, dat doen we heel lang. En dat gevoel ken ik ook, want we praten al lang hierover.
We zijn door de tijd heen op AT5 en op Salto. Bedankt voor het kijken. Wil je de rest zien op YouTube van Pakhuis de Zwager of op dezwager.nl? Kan je de rest van vanavond terugkijken? Dat is voor ons in de toekomst, voor jullie in het verleden. Ga dat dan ook zien, want dan kunnen we ook weten hoe we er ook dat wat scherper in kunnen zetten. Dus wij gaan hier door. Wil je de volgende keer erbij zijn, dan kan dat op dezwager.nl, staat hij in de agenda. En wil je dat steunen, want het is altijd gratis toegankelijk, dan kan dat ook. Zometeen komt de QR-code in beeld. En met die QR-code kan je een klein bedrag geven aan Pakhuis de Zwager om dit soort programma's te blijven maken. Dank voor vanavond en graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dag. Zo. Zijn we terug? Lieve mensen ook thuis die nog kijken, mensen hier in de zaal. Want dan wil ik, dit is wel het punt. Want het is natuurlijk, je loopt uit de tijd en er komen heel veel komende vragen. En complexiteit die er natuurlijk in zitten. Maar wat jij zegt is wel een hele scherpe. Want wat ik eigenlijk ook van de ander hoor, en ik ga zo'n microfoon weer pakken. Maar is, het is goed, het is een goede wet, gaat de goede kant op. Alleen, er zitten onduidelijkheden. Maar onduidelijkheden kan je skippen. Of daar kan je iets aan doen, dan kom je op een gegeven moment uit. En weet ik wat daarvoor nodig is, maar juist ook ervoor zorgen dat het echt effect heeft en dat het wereldwijd effect heeft en dat het niet alleen maar op één specifieke groep is. En dan kom ik dan toch naar weer bij jullie twee, van hoe kom je die volgende stap, hoe kan je die volgende stap gaan zetten? Dat het ook inderdaad niet, dat wij het in Europa helemaal netjes op orde hebben, maar dat vervolgens de rest van de wereld dat alsnog niet goed doet. Nou, een van de zaken die voor ons ligt is bijvoorbeeld het onderwerp van legale ontbossing. Dus ja. De boeren die op zich in hun rechtsgebied van hun land het recht hebben, vergunning hebben en misschien ook wel land gekocht hebben om daar ooit productieve commodities op te verbouwen, granen ja. Zoals soja. Dat is heel erg lastig om daar iets van te vinden als financiële instelling of als industrie uit het buitenland. Ja. Maar volgens de huidige wet, of deze wet, mag het dus niet. Ook legale ontbossing, wat dus lokaal legaal is, valt buiten de wet. Klopt dat? Ja. Ja. Dus dat betekent, volgens Europese context bestaat legale ontbossing in Brazilië niet meer. Ook al denkt Brazilië daar anders over. Dat klopt, maar vanuit een ander perspectief wordt niet altijd in dezelfde mate als waarin wij dat doen gewaardeerd dat buitenstaanders een mening hebben over hoe men de eigen rechten uitoefent. Ja. En daar voeren wij gesprekken over. En dat is vaak nog op vrijwillige basis. Dus ook met degene die niet per se naar de EU willen exporteren. Die zich dus misschien ook aan zo'n wetgeving niet hoeven te houden. En dat is wel in de beginfase om dat gesprek te voeren. Dat is hartstikke lastig. Ja. Maar daar moet het wel naartoe om aan je klimaatdoelen op lange termijn te voldoen. Waar ik aan moet denken is, dus natuurlijk in de digitale wereld is er heel veel parallellen. Waar ik aan moet denken is de Digital Services Act of de GDPR, of dus de Algemene Verordening Gegevensbeheer. En er zijn een hoop bedrijven die er gewoon gekozen hebben om een product niet uit te brengen in de Europese Unie. Dus dit is een risico wat er is, wat dus bestaat, dat er dus gewoon een hele groep niet meer voor onze markt. Is dat erg als dat gebeurt? Nou, kijk. Of is dat, neem je dan, ik probeer hem te snappen. Ja, kijk, dan krijg je natuurlijk wel inderdaad de situatie dat op die plekken de ontbossing nog doorgaat. Ja. En dat wij hier uit laag risicogebieden soja krijgen. Dus dan pak je niet daadwerkelijk het probleem aan. Ja. Dat is wel. Dus dat is risico. Ja. En dan komen we dan toch ook bij jullie alle twee dank, van hoe gaan we dat risico dan oplossen? Dus jij zegt vervolgwetgeving? Nou ja, niet per se vervolgwetgeving, maar we kunnen ook naast de wet afspraken maken en tot oplossingen komen. Dus één iets wat wij heel graag willen, is dat je als bedrijf niet alleen bezig bent met de producten die je zelf inkoopt en die in jouw winkel komen te liggen, maar dat je afspraken maakt met je toeleverancier. Dat je eigenlijk zegt, ik wil alleen maar van een toeleverancier kopen die ook zijn hele keten op orde heeft. Niet een toeleverancier die dan een schone stroom naar mij verkoopt, maar ondertussen nog allerlei ontboste soja naar andere klanten stuurt. Ik wil gewoon een toeleverancier die helemaal verantwoord bezig is. Als je zulke afspraken kunt maken in de keten en dat doortrekt, nou ja, dan kom je tot een grotere oplossing dan alleen wat er bij jou in je winkel komt te liggen.
Hoe zie jij dit probleem opgelost? Specifiek dit laatste of jouw vraag? In mijn vraag. Oké. Okay. Nou, in relatie tot het laatste. Ik denk persoonlijk niet dat we de oplossing... Kijk, wetgeving is heel zinvol. Zinvol om bepaalde gedragsveranderingen teweeg te brengen. Maar je kunt je bij wetgeving wel afvragen van hoe ver moet die gaan in het bepalen hoe het precies uitgevoerd moet worden. Ja. Vrijwillige mechanismen hebben niet gewerkt, zei Céline net. Wij hebben met onze standaard en certificering inmiddels bijna 20% van de hele Europese sojaconsumptie weten te bereiken. Maar dat gaat niet via fysieke stromen die we letterlijk als boontje weten van die komt inderdaad van een gecertificeerde boer vandaan. We hebben daar een ander systeem voor, credits. Ja. De meeste grote bedrijfssectoren hebben zich erachter geschaard. Maar je ziet dat er een hele grote disbalans is in Europa. Spanje is een hele grote gebruiker van soja. Doet heel weinig eigenlijk op dat gebied. Daar hebben we onze uitdagingen te halen. En ik denk dat wetgeving vooral zou kunnen helpen in de volgende fase. Door niet alleen zelf te willen bepalen van nu willen we dat het zus of zo gebeurt. Maar om vooral ook te kijken naar welke concepten zijn er al heel veel jaren in de markt die zich erg goed hebben bewezen. Ja. Echt een transitie en een impact mogelijkheid hebben. En laten we die eens proberen een beetje te gaan ondersteunen. En die zijn er absoluut. En niet alleen wij, ik praat natuurlijk voor eigen parochie. Zeker. Maar niet alleen wij en ook niet alleen certificering. Maar er zijn hele goede systemen en instrumenten op de markt. Probeer die eens wat beter met elkaar in harmonie te brengen en elkaar complementair te laten ondersteunen. In plaats van iedere keer naar een nieuwe oplossing te duiken. Want dat is een soort paniekvoetbal wat ik echt al in al die jaren dat ik in de duurzaamheidswereld zit zie. Ja. Het moet dan weer dit, het moet dan weer dat, het moet zus, het moet zo. Er zijn een hele hoop goede dingen, die kunnen we eigenlijk veel beter gaan gebruiken. Laten we gaan kijken naar, ik ga zo even naar jullie, kijk alleen naar Mats en het publiek. En misschien als jij aan die kant, dan geef ik jullie drieën één microfoon. Dat is een beetje oneerlijk naar de rest van de zaal, maar zij zijn ook de experts en kunnen dan ook meepraten. En ik ga naar jullie toe, maar niet voordat ik... Ja, hij staat aan. Voordat ik eerst jullie gevraagd heb om een reactie, er is natuurlijk een hoop gewisseld. Er is eigenlijk niet heel veel onderscheid. Het is misschien in tempo of misschien dit is iets wat we op moeten lossen, deze wetgeving. Hoe heb je geluisterd naar het tweede panel? Natuurlijk met interesse. Dat is flauw. Het maakt nog meer duidelijk waar we al met z'n allen een tijd denk ik, het over hebben. En volgens mij zijn we het ook best wel heel veel dingen eens. Ja. Dus ik denk dat, de herhaling. Natuurlijk ontbossing, en ik denk Céline gaf terecht ook aan, hè, of iemand anders zei van ook andere gebieden. Ik denk dat wij daar zeker open voor staan. Dan zou je kunnen zeggen, dan heb je met deze wetgeving een kader. Nou, dat kader biedt ook de mogelijkheid om nog te gaan uitbreiden. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste voor ons dan toch nu is, zorg nu wel dat je zorgvuldig met volledige duidelijkheid het nu goed kunt invoeren, implementeren, in plaats van dat je misschien... te snel nu doorpakt. En ik denk echt heel erg belangrijk. Europa is geen eiland. Dit kunnen we niet alleen, dat moeten we ook niet alleen willen. Dus daar ligt denk ik nog een hele grote uitdaging. Dus die connectie naar het buitenland moet, zeker. Of naar de rest van de wereld, moet zeker gedaan worden. Zeker. Toch een stap terug, hè? Want je zegt van, die implementatie moet super zorgvuldig. Betekent dat je zegt van, 30 december is geen haalbare datum? Nee, dat zeg ik niet, want dat zou ik ook heel flauw vinden. Maar wel realistisch, het is nog steeds een uitdaging. Dus de markt reageert er ook op. Hè, er wordt nu niet verkocht, dat is niet voor niks. Dus er zit echt een uitdaging. Wat niet wil zeggen dat we niet onze stinkende best aan het doen zijn. Ja. Mats, je kunt de microfoon doorgeven. Dat zijn de enigen die de microfoon vast mogen passen. Hoe heb jij hiernaar geluisterd? Ben je optimistischer geworden? Nou, ik ben wel optimistischer als in dat wij het inderdaad eens zijn. Maar ik denk, het is één zorg die inderdaad dus net door een klant van ons, een DV-houder, werd geuit. Hè. En dat is een beetje ondergesneeuwd nu inmiddels. Want het gaat toch wel om de gezondheid van de dieren uiteindelijk. Hè. En als er nu nog een half jaar voor de invoering
bepaalde zaken ontbreken, hè, in de duidelijkheid. Dan kunnen we het wel erover hebben dat het uiteindelijk dan wel goed komt, hè, in de implementatie. Mm-hmm. Maar het gaat wel om de gezondheid van de dieren die goed verzorgd dienen te worden. En ik denk dat dat moeten we niet uit het achterhoofd verliezen. Want wat daarbij kan helpen, want dat was een van je laatste vragen. We moeten ook vanuit de regelgeving, hè, fatsoenlijk beleid krijgen om het toepassen van alternatieve eiwitbronnen eventueel in diervoeden. En dan denk ik aan bijvoorbeeld insectenmeel. Hè, en dat, er zijn genoeg onderzoeken die gedaan worden en die bepaalde zaken mogelijk kunnen maken. Hè. Maar nou, die zijn vaak niet mogen die worden toegepast. Want insectenmeel, dat mag dus nu niet uit dat context? Voor sommige diergroepen wel. Het ligt eraan wat aan die insecten gevoerd wordt. Ah ja, dat is weer een andere keten. Betekent dat voor jou dan dat die 30 december niet haalbaar is? Die is zeker haalbaar. Hè? En dat, daar zijn we inderdaad van afhankelijk ervan, van die kaders die in de hele keten geschetst worden. Ja. Maar deze op deze vragen. En dat betekent dus, om het heel scherp te krijgen, dat betekent dus van jullie betreft dat we moeten zorgen dat er aanvullend, dat het niet stopt. Dit is geen eindpunt, maar dit is juist een eerste stap om de juiste dingen op orde te krijgen. Dus de wet is niet slecht, alleen absoluut. We hebben veel meer nodig om het te regelen. Dan eindig ik, nou eindig het helemaal niet meer aan, maar we doen dit samen in die zin. Dus de haven van Amsterdam en Pakhuis de Zwager hebben vanavond georganiseerd. Juist omdat het zo belangrijk is en dat die impact op ook Amsterdam, maar op heel Nederland zo groot is. Hoe heb jij geluisterd naar vanavond? Ja, met veel interesse ook. Okay, dit zijn natuurlijk allemaal partijen met wie wij ook spreken, ook al over dit thema. Dus ja, het is niet dat ik nu allerlei dingen heb gehoord die ik niet eerder heb gehoord, ook van al deze gesprekspartners. Maar ik denk wat ik heel erg mooi vind, is juist dat de complexiteit en de nuance ook hier wordt aangegeven. En dat je vanuit daar ook uit realistisch kan gaan kijken van oké, wat moet er nog geadresseerd worden om het ook daadwerkelijk te implementeren op een manier die de doelstellingen ook effectief gaat realiseren. Ik ga naar een paar mensen toe nu in de zaal. Dus mocht je iets willen zeggen, spreek je hand op. Ik ga proberen iedereen langs te gaan. Maar ik wil wel naar jou kijken als je dat goed vindt. Heb je meer helderheid over hoe je dieren op 1 januari gaat voeren? Ik heb nog steeds twijfels. Waar zitten die twijfels? En wat ook nog wel belicht moet worden, waar heel veel twijfel of onduidelijkheid over is, is dat wij niet de zuivere soja voeren, maar vooral het sojaschroot, de schil. Ja. Net als je sinaasappel eet, eten wij niet de schil. De schil gaat heel vaak naar het diervoer. Dat moeten we ook niet vergeten. Dus dat betekent, maar toch snap ik niet helemaal wat. Ik bedoel, ik snap wat er gebeurt. Wat gebeurt er dan met de rest van de soja? Volgens mij wordt ook heel veel naar mensen toe gegaan, naar menselijke consumptie. Maar hoe dat precies zit, die stroom, ken ik niet. Weet ik niet. Hebben jullie daar antwoord? Ja, maar een heel klein deel. Het overgrote deel gaat naar veevoer. Het overgaat terug aan de veevoer. Maar dat betekent nog niet, nog steeds dat je even je zorgen hebt over hoe je die dieren moet voeren op 1 januari. Ik zie daar handen, ik zie andere handen. Steek je handen op, komt naar je toe. Ik hou dus de microfoon vast en stel je vraag. Nou, ik vind het een hartstikke goed debat. Dus mijn complimenten over de diepte. Wat ik belangrijk vind om te onderstrepen is dat Nederland jarenlang, al sinds 2011, opbouwen naar 2015 enzovoort, de verantwoorde soja waar Evert het over heeft, ondersteund. Dus door middel van die credits. En wat ik belangrijk vind, is dat die twee nu samen gaan komen. Dus die EU-wet die regelt het een en ander. Transparantie, traceerbaarheid, ontbossingsvrij. Maar we hebben inderdaad meer nodig. Die arbeidsrechten, die pesticiden, die verantwoorde praktijken. Dus hoe, en dat is mijn dagelijkse uitdaging, hoe krijg je die twee samen? Want dat laatste verdwijnt nu een beetje van de radar. En dat vind ik jammer. Ik vind dat we moeten doorbouwen op onze goede basis met deze nieuwe wet als een steun in de rug. Dus ik had inderdaad graag gezien wat jij zei, dat die principes werden overgenomen door de wet, zodat het veel integraler zou zijn. Ja, de donutprincipes. Ja, maar wat niet is, kan nog komen. En we hebben ook een wet, verantwoord ondernemen. Die is minder streng en rigide, maar die is ook heel belangrijk. En als je die twee samenpakt als bedrijf en ook andere wetgeving die er is, dan ben je gewoon goed integraal bezig. Dus dat kunnen we gewoon zelf doen. Ja,
een goede pep talk en een hele fijn vooruitzicht. Dus dat gaan we zeker doen. Andere mensen die iets willen zeggen of opmerkingen willen maken? Jij? En jij? Ja, dankjewel. Mijn naam is Jurien de Waal. Ik ben directeur voor Mighty Earth Nederland, een NGO. Ik vond het ook een goede discussie, maar ik wil er misschien nog even aan toevoegen, ook om duidelijk te maken waar we het over hebben, is dat de sojamarkt natuurlijk gedomineerd wordt door een handjevol kleine bedrijven. Hè, een handjevol hele grote bedrijven. En dat het dus het falen van deze bedrijven is waardoor we in de problemen zitten en dat we die ontbossing zien. En ook dat we ook nu weer zien dat diezelfde bedrijven, en dat gaat om bedrijven die een omzet hebben van tientallen miljarden per jaar, dus het zijn echt gigantische spelers, en die actief continu hebben gelobbyd voor het afzwakken van dit soort wetten en afzwakken van dit soort regels. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat ook onder ogen zien en dat we dus heel goed moeten kijken hoe zorgen we er nou voor dat ofwel deze bedrijven ander beleid gaan handhaven, waardoor ontbossing niet alleen in Europa, maar wereldwijd, want als deze bedrijven hun beleid aanpassen, nou dan heb je eigenlijk het grootste deel van de sojaketen gecoverd. Dat we ons daarop gaan richten. En ik vond wat Celine zei daarin heel goed, dus dat we gaan eisen dat suppliers clean worden. Maar ik denk ook dat het iedereens eigen belang is van de verschillende bedrijven die hier zitten om daarvoor te gaan zorgen. Want naast de Europese ontbossingsverordening komt er ook steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar zien we ook dat bedrijven bijvoorbeeld kunnen worden aangeklaagd voor het falen van het adresseren van klimaatverandering. En ik zal geen namen noemen, maar een keer gesproken met iemand van een veevoerbedrijf. En die gaf aan dat zij een onderzoek hadden gedaan naar hun klimaatfootprint. En ja, eigenlijk niet heel verwonderlijk, die zat in wat ze dan noemen land use change. Dus in het ontbossen van land, daar zat het hem in. En ja, je ziet bijvoorbeeld met Shell, dat is in Nederland nu aangeklaagd, precies om deze zogenaamde scope 3 emissions. Dat staat jullie ook gewoon te wachten. En er staat ook bedrijven te wachten die afnemen van dit soort bedrijven. Dus wees gewoon niet naïef. Ga niet alleen een beetje tegenstribbelen en moeilijk doen over het regeltje hier en daar in die ontbossingswet en het software dat dan nog niet gemaakt is. Pak gewoon echt ambitieus door. Durf de waarheid onder ogen te zien en durf gewoon te stappen naar van die grote bedrijven en zorg dat zij gewoon hun beleid op orde hebben. Er is genoeg landbouwgrond om te voldoen aan de huidige sojavraag. Het is gewoon een reden dat die bedrijven niet ambitieus genoeg zijn in het aanpakken van die ontbossing, dat nu die Europese wetgeving noodzakelijk is. Coline wil volgens mij reageren erop. Als je de microfoon doorgeeft, dan kan dat. Maar dank je voor. Ja en nee. Ik ga gewoon naar de bak. Ik zag iemand in de zaal die ik dacht, hé, die zit er ook. Dan moest ik even een zwaai. Okay. Een klein beetje die grote bedrijven. Dat, als ik heel eerlijk ben, ja, het zijn grote bedrijven die mogelijk maken dat die enorme hoeveelheden hier naartoe komen. Dat is voor mij een gegeven. Daar kunnen we denk ik heel lang over hebben. En dat daar natuurlijk ook geld mee gemoeid is en de economische activiteit. Dat vind ik. Ja, dat is de realiteit van dat je ook in commodities handelt. Dus dat vind ik nou niet het grootste. Commodities zijn goederen. Goederen, ja. En een heel veel goederen van dezelfde soort. Hè. Dat is een commodity. Ik zou ook wel vooral ook willen. Nou klinkt het net een beetje alsof ze dat allemaal niet hebben gedaan en niet willen. Dat vind ik niet zo. En dat ze er dus nu wel degelijk mee bezig zijn, dat is echt een feit. Waarom? Omdat die productielanden voor hun ook belangrijk zijn. Het is niet zo dat ze morgen opeens het overal elders vandaan kunnen halen. Laat staan dat er meteen morgen allerlei alternatieven voorhanden zijn. Wat Mats net ook schetste, sommige dingen kunnen en mogen ook niet. Dus ik zou zeggen, misschien moet je me een beetje op mijn blauwe ogen geloven als ik zeg dat er wel degelijk hard aan gewerkt wordt om te voldoen aan die wetgeving. En dat ze dat ook belangrijk vinden. Ja, maar dat is op zich niet. Wat er gezegd wordt volgens mij, en dan ga ik zo meteen de vraag aan jou stellen. Maar wat er gezegd wordt volgens mij is dat heel veel bedrijven ook echt aan de bak moeten. Dus dat het misschien ook een manier is om het juist wat uit te stellen, dat het ook wel goed is voor de bottom line. Ik vul hem zelf in. Maar het is misschien wel wat je kan voorstellen dat mensen zeggen van nou, we wachten even, want hoe langer ik door kan gaan op de oude manier, hoe makkelijker het is om die business case rond te kijken. Of wat zeg je tegen die argumentatie? Je schudt nee, klopt niet? Want willen ze naar de EU importeren of vanuit de EU produceren, moeten ze eenvoudigweg aan die verordening voldoen. Ja. Dus waar je het ook vandaan haalt, je moet voldoen aan die wet. Ja. En ik denk, er werd al een paar keer gerefereerd aan de komende wetgeving op het gebied van duurzaamheid. Dat zijn natuurlijk de stappen die ook voor dit type bedrijven, voor alle bedrijven, maar ook voor dit type bedrijven natuurlijk van toepassing gaan worden. We moeten
de sector wel gewoon geloven dat ze het echt aan de wet willen houden en dit goed willen gaan doen? Ja, ik wil best geloven dat ze zich nu wel aan de wet willen houden, omdat er ook al duidelijk werd gezegd aan het begin, als ze dat niet doen, dan krijgen ze straks ook gewoon een boete, dus dat zullen ze niet willen. Dat geloof ik ook best wel. Maar waar het mij ook een beetje om ging, is dat wij ook hier met z'n allen niet naïef moeten zijn. En een bedrijf als bijvoorbeeld Cargill, wat een van die grote handelaren is, daar is gewoon afgelopen jaar ook naar buiten gekomen dat zij actief tijdens in aanloop naar de klimaattop, ook zelfs een eigenlijk sectorinitiatief dat waar de sector afspraken wilde maken om naar ontbossingsvrij, of nou ja, de definitie daarvan kunnen we nog hele discussie hebben, maar die wilden ze op 2025 zetten. Zij hebben daar actief dat geprobeerd te verstoren dat dat gebeurde, omdat ze hem op 2030 wilden houden. Dus dat is mijn signaal dat ik je wil afleggen. Laten we niet naïef zijn. Dit zijn gewoon hele grote bedrijven die al decennia lang heel veel geld verdienen en omzetten met de verkoop van producten waarvan ze weten dat er van alles mis mee is in de vorm van ontbossing en mensenrechten. Het is dus tijd voor meer wetgeving, is wat je zegt. Het is meer tijd voor meer wetgeving en ik denk ook dat we met z'n allen meer moeten eisen van ze. Wat Celine ook zei, en binnen het kader van ontbossing, maar ook vanwege klimaatverandering. En ik geef daar dus ook bij aan dat met ook de toenemende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, als je dat niet doet, dan op een gegeven moment komt men ook bij jou aankloppen, sta jij misschien in de rechtszaal, omdat jij je zaken niet op orde hebt. Dus pak gewoon. Om het dan samen te vatten, betekent dus bedrijven, we hebben tijd voor meer wetgeving, dus wij moeten zorgen dat we onze zaken op orde hebben en duidelijkheid creëren, wat je zegt. En ten tweede wat je zegt is, bedrijven moeten ook daarop te vooruit lopen, omdat ze anders aangesproken kunnen worden. Wie van jullie wil erop reageren? Van het panel, of wil je er nog een keer op reageren? Niet? Jullie? Ik wil er best op reageren. En het is zeker waar dat de bedrijven hadden misschien soms meer kunnen doen, maar dat is bijna met alles zo. Als je naar voren kijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld bij financiële instellingen, juist vanuit grote en tamelijk vergaande klimaatambities, bijvoorbeeld van de Nederlandse bank en ook de Nederlandse sector, ook wel echt harde stippen op de horizon gezet worden. En gezegd worden, nou, we willen wel van grote multinationale bedrijven, bijvoorbeeld in 2027, dat is een tijdslijn die de Rabobank gezet heeft, dan willen we ook echt dat je klimaatplan in orde is, concreet is en ook in overeenstemming met het akkoord van Parijs. En dat is iets wat we in Nederland, West-Europa eigenlijk langzamerhand heel, heel normaal en logisch vinden. En dat is in andere regio's nog lang niet altijd het geval, maar het begint daar wel te komen. En wij hebben daar toch een stip op de horizon gezet voor wat betreft ontbossingsbeleid, energie. Kan het nog beter, sneller? Ik hoop het wel. En financiële instellingen hebben natuurlijk ook het dilemma, zeker als je zaken doet met buitenlandse handelspartners, dat als je de criteria te hoog zet, klanten kunnen ook heel makkelijk naar andere financiële instellingen aan de overkant van de straat. Dus uiteindelijk zijn we niet de politie en niet een wetgever en wel een dienstverlener. En daartussen moet je balanceren. Ja, dat is een koe, zou ik zeggen. Dat je moet balanceren en dat inderdaad de. Maar dat zou toch juist zeggen dat er. Dat er juist noodzaak is voor goede wetgeving. Om juist dat gelijke speelveld te creëren. Ja, zeker. Dat heb ik volgens mij ook in de inleiding gezegd. Dus prima. Je hebt een vraag. Nou, ik weet niet of het een vraag is. Misschien ook een oproep. Een beetje in de lijn met de heer van Mighty Earth. Mijn naam is Rogier Verschoor. Ik werk voor Impact Buying. Ik adviseer supermarkten, dus iets verderop in de keten. En veel van hen hebben vragen over hoe hun leveranciers straks data gaan aanleveren, uiteraard. En dan merk je dat je bij leveranciers in de koffie- en cacaoketen praktische antwoorden krijgt. En in de vleesindustrie, of tenminste rundvlees, eigenlijk niet. En dan merk ik dat je hier vraagt van, goh, wat zijn nog de issues? En er wordt heel erg inderdaad naar anderen gekeken en Brussel en weet ik het allemaal. En ja, het zijn hele moeilijke ketens, helemaal mee eens. Anonimiteit en moeilijke traceerbaarheid en et cetera. Maar ik heb nog gemist, wat gaan wij als leveranciers in die keten, wat gaan wij nou doen om, want je kunt zeggen, vertrouw me op mijn blauwe ogen, maar daar kom ik niet mee aan met mijn klanten. Dat vinden ze niet zo heel grappig. Dus ze willen dat echt weten. En ik heb er nog steeds geen antwoorden.
Hoe, wat je zegt, het is bij de cacao en koffie is dat wel goed traceerbaar. Hoe is dat ingeregeld daar? Ik heb het gevoel dat bij de veevoerindustrie meer geredeneerd wordt. Wij zijn eigenlijk best heel erg groot met een aantal partijen. En wij kunnen wel eens even kijken wat dat gaat opleveren als die wet ingaat. Terwijl veel koffieleveranciers zijn wat kleiner. Mm-hmm. En het komt natuurlijk ook van heel andere producenten vandaan. Ze zijn over het algemeen veel kleiner, behalve in Brazilië, dan veevoer. Dat is allemaal super massaal. Maar zij kunnen dus wel traceren en wel per boon aangeven waar het vandaan komt, zeg je? Zij gaan de geolocatie. Het is niet alleen de geolocatie kunnen weergeven. Hè. Het is ook kunnen aangeven de bewijzen van is het legaal en hebben we geen indigenous rights, rechten van inheemse volkeren vertrapt. En hoe zit het met mijn complexiteit van de keten? Daar moet ik ook bewijzen voor leveren dat ik daar oké in ben. Dat zijn vier dingen, niet alleen ontbossing. Dank. Ja, even toets. Klopt, herkennen jullie dit? En dat gaat voor jullie allemaal eigenlijk. Klopt dit? Is het in andere ketens wel? Totaal anders. Misschien moet je de microfoon iets bij je trekken. Hoe is dat totaal? Waarom is dat totaal? Totaal anders. Ik heb hiervoor heel veel jaren in duurzame koffie, cacao en thee gewerkt. Ik was verantwoordelijk voor Azië. Om maar eens even wat te noemen. Een koffieproducent is vaak een stuk kleiner van schaal dan bijvoorbeeld een sojaproducent. En een heel kenmerkend iets van koffie, het wordt in hele mooie jute zakken verpakt. Dus je kunt het ontzettend mooi gaan traceren. Ik zou iedereen die denkt van dat moeten we voor de soja ook doen, eens willen uitnodigen om te kijken naar hoe een loods of een silo er in Brazilië uitziet. Dat gaat om onvoorstelbaar grote hoeveelheden, dus die investeringen die daarin nodig zijn, zijn ook heel groot. Ja. Dat maakt de segregatie ongelooflijk complex en heel kostbaar. Ik hoorde vandaag, ik heb een gesprek gehad met een bedrijf in Engeland, voor het eerst een bedrag genoemd wat daar zou zijn afgegeven aan die keten. Dat zou namelijk £100, omgerekend pak een beet €115, per ton soja kosten puur en alleen maar om het gescheiden te houden. Ja. Dat is een bak met geld. En als dat echt zou leiden tot een ongelooflijk goede, impactvolle methode voor ontbossingsvrij inkopen, dan zou ik zeggen, met z'n allen heel snel doen. Ik weet niet of alle consumenten zich bewust zijn van de prijsverhoging die daaraan verbonden is. Maar het grote probleem is, zet dat echt die zoden aan de dijk voor ontbossing die we nodig hebben. Dat we meer moeten doen, daar is iedereen het hierover over eens. Maar je kunt ook kijken naar andere oplossingen. Wij roepen in elk geval alle bedrijven waar wij mee samenwerken op tot vanzelfsprekend, echt vanzelfsprekend, hou je aan die wet, dat moet je gaan doen. Wij proberen ook oplossingen daarvoor aan te dragen. Het gaat een beetje te ver om dat hier allemaal uit te leggen. Mm-hmm. Maar daarnaast blijven wij bedrijven uitnodigen om het creditprogramma, wat wij hanteren, om dat te blijven steunen. Het is namelijk zo dat je daarmee ongelooflijk veel transitie en impact op de grond kunt bereiken, zonder dat je een supply of een logistieke keten helemaal ondersteboven moet gaan halen en heel veel geld stoppen. Ja. Dus die twee dingen, ik draai helemaal met je mee, kunnen we combineren. Ja. Het is een complex verhaal. Vanavond sowieso is een complex verhaal. En mocht er nog iemand een hand op willen steken, dan kan dat nu nog. Maar het is natuurlijk een complex verhaal omdat die ketens zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Je moet ergens inderdaad mensen op een blauwe ogen vertrouwen. En anderzijds willen mensen ook aan de wethouder? Dat is nog een derde complex. Is van aan de wethouder betekent niet meteen moraal. En wat betekent dat allemaal? En hoe moet je ernaar gaan kijken? Een heel ingewikkeld verhaal. En dat is natuurlijk niet iets wat ze op één avond gaan oplossen. Nee. Maar we weten in ieder geval wel dat, volgens mij kun je dat samenvatten. En vooral voor het panel, corrigeer me als ik het verkeerd heb. Maar we weten in ieder geval wel dat dit een stap in de goede richting is. We weten wel dat er een hoop dingen op te lossen zijn wat betreft onduidelijkheden. Maar dat ook opgelost moet worden. Ik ben wel benieuwd, hoe zitten we er nou bij als we dit gesprek weer gaan voeren in januari? Dan is het een maandje ingevoerd. Zijn dan de angsten die we nu voelen, of misschien de zorgen die er zijn of geuit hebben, of de hoop, is die ook uitgekomen? En ik ga geloof ik bij jou eindigen, maar dan ga ik, want ik ben ook bij jou begonnen, maar dan ga ik bij jou. Hoe optimistisch kijk je dan naar januari? Hoe denk je dat we hier dan zitten?
gematigd optimistisch, zou ik willen zeggen. Want ik herken wederom datzelfde gesprek in Engeland. Ja. Ook daar wordt volkomen niet ingekocht. Daar hebben ze nog voorraad waarschijnlijk voor 6 maanden. Het is ook die onduidelijkheid. Terwijl Engeland niet eens eigenlijk... Maar Engeland gaat het ook volgen, na de Brexit. Ja, zij gaan overigens wel legal deforestation wel blijven toelaten. Dus dat is een wezenlijk verschil met de EUDR. Er zijn bedrijven die in Engeland zitten en die denken van ja, wij hebben er niets mee te maken. Een hoop bedrijven hebben natuurlijk ook vestigingen in de EU. Dus ja, dan moeten ze... Dus op die manier moeten ze ook merken. Maar dat betekent optimistisch naar de toekomst en dan denk ik, dit gaan we scheffen. Nou, ik zie het wel, ik zie het als zeer moeizaam in. Want het gaat niet alleen om wat de bedrijven hier kunnen, maar het gaat vooral ook heel erg over wat kunnen bedrijven in een groot land als Brazilië, wat juist zo complex is vanwege die leveringsketens. Mm-hmm. En waarvan echt gewoon heel duidelijk gezegd wordt van ja, sorry, maar jullie zijn eigenlijk een hele kleine markt voor ons. Ja. En jullie staan ontzettend met vingers te wijzen. En het ergste is, en dat is een trend die ik heb gezien in al die jaren dat ik in de duurzame wereld zit. We hebben heel veel eisen in Europa, maar we betalen niet zo heel erg veel aan de mensen die het moeten uitvoeren. Dus we moeten zelf en dat is echt een boodschap die ik hier keihard durf te zeggen. Het wordt wel eens tijd dat we gaan betalen voor wat we willen. En dat betekent surprise of dat betekent dat ze als Europese Unie meer moeten bijdragen? Het betekent dat hoe we het ook inrichten, dat we voor boeren en ook andere organisaties, maar toch op de eerste plaats voor de boeren die het moeten uitvoeren aan de andere kant van de wereld, dat we daar ook een beloning of een incentive, hoe je het ook maar wil noemen, tegenover zet om hen te belonen voor al het werk wat ze doen, bijvoorbeeld in ons geval voor certificering, maar ook voor de gederfde opbrengsten. Ja. Als je namelijk niet ontbost, en onze boeren mogen dat geen van allen, dan betekent het ook dat je daarmee eigenlijk geld laat liggen. Ja. En wie wil daarvoor betalen? De credits kennen een premium, bedrijven betalen een premium, dat is een paar dollar, dat is niet erg veel. Dat zou wat mij betreft best omhoog kunnen. En als we dat in heel Europa zouden doen, zouden we echt een deuk in een pak boter gaan slaan. Dus we moeten echt aan de bak. We moeten hier veel vaker over doorpraten, maar ook echt dingen gaan veranderen. Dankjewel, Evert Ruimakers, Europe Outreach and Engagement Manager bij Roundtable for Responsible Soy. En dan ga ik naar jou, Olaf. Jij bent natuurlijk van Manager Stakeholder Engagement bij de Rabobank. Olaf Brugman, hoe kijk jij in januari terug op dit gesprek? Of denk je dat het dan gewoon geregeld is? Dat het goed gegaan is? Of? Het is zeker niet geregeld, nee. Maar gematigd optimistisch. We hebben dit met z'n allen nooit op zo'n schaal, zo'n operatie gedaan. Dus we moeten blijven denken dat we het toch kunnen. En nog veel verder dan deze de ontbossingswetgeving ligt natuurlijk ook al gewoon de zware druk op klimaatprestaties leveren en klimaatplannen. Ja. En dus dat wordt de route. En de ontbossingsregulatie van de EU is één van de stappen daarin. En het is op zichzelf niet genoeg. Moeten we wel willen en wel doen. Dankjewel. En tot slot, jij, Selina. Of hebben jullie nog een... Redelijk veel. Heb je nog behoefte aan een laatste toevoeging? Kijk naar het panel. Nee. Van Celine. Heb je... we zijn met jou begonnen, dus we gaan met jou ook vanavond afronden. En uiteraard, je bent senior adviseur Food and Agriculture bij het Wereld Natuurfonds. Ja, dat is behoorlijke stappen die nog te zetten zijn. Hoe kijken we in januari terug op dit gesprek en op überhaupt de invoering van deze wet? Nou, ik hoop dat we in januari kunnen terugkijken en dat we, zoals collega's van het vorige panel ook al zeiden, dat we dan inderdaad voldoen aan die wet. Ja. Maar dat is natuurlijk, die wet is niet het uiteindelijke doel. Het is een middel om het doel van het stoppen van ontbossing te bereiken. Dus ik hoop dat we dan ook verder kunnen praten over wat er nog meer moet gebeuren om dat doel daadwerkelijk te bereiken. Maar ook iets wat nog niet ter sprake is gekomen vanavond, maar wat wel echt een onderdeel is van dit gesprek, denk ik, is dat we ook een keer nog weer met elkaar moeten gaan praten over het feit dat we elk jaar gemiddeld die 8 miljoen ton soja naar Nederland halen, wat dus voornamelijk voor veevoer gebruikt wordt. Ja. Er zitten ook allerlei andere problemen aan. Denk aan het stikstofprobleem in Nederland, et cetera. Op een gegeven moment moeten we toch ook het gesprek verder aangaan over de transitie die nodig is naar andere eiwitbronnen. Dus we moeten inderdaad een breder gesprek over hoe voeden we onszelf en ook hoe richten we onze economie in. Misschien kunnen we in januari ook daar naartoe. Ik denk dat hier zomaar wel een paar keer gesprek gevoerd gaat worden
over de eiwittransitie en alle andere aspecten die erbij zitten. Dank voor vanavond. Ik wil specifiek ook boven, er zitten drie fantastische mensen, namelijk Danny, Alex en Rico. En Rico specifiek is de programmamaker van vanavond. Heel erg bedanken voor hun werk vandaag. En uiteraard ook dank aan Caroline Emme, Olaf Brugman, Mats Beugel, Mark Holwerf en Evert Rijmaaks en natuurlijk Celine Meijer. En jullie voor het meepraten. En ik hoop dat het wat helderder is geworden. En we gaan hier nog heel vaak over doorpraten. Maar beneden kunnen we lekker napraten met een drankje. En ik zie jullie graag een volgende keer. Tot ziens. Dankjewel.